Stichting Joden Savanne werkt continu eraan om meer bekendheid te geven aan de archeologische site die sinds vorig jaar op de werelderfgoedlijst is geplaatst. Jenna Wijngaarde, voorzitter van de stichting, ziet steeds meer bezoekers langskomen sinds de site op de werelderfgoedlijst staat. De stichting is gisteren begonnen met een project waarbij vrouwen uit 4 inheemse dorpen in Para-Oost een 5-daagse workshop krijgen in het aanbieden van toerisme-gerelateerde diensten. Wijngaarde zegt dat het toenemend aantal bezoekers voor de stichting een prikkel is om meer toerisme-gerelateerde diensten aan te bieden. Iemand die naar de site komt, die is er gemiddeld 1,5 uur, max 2 uren. En die wil graag ook andere toeristische activiteiten beleven in het gebied. En dit biedt hen de kans om die diensten te kunnen aanbieden. Dus Joden Savanne faciliteert, in samenwerking natuurlijk met de dorpshoofden van de vier dorpen, om dit te ontwikkelen. Het is namelijk ook onderdeel van ons werkplan dat wij meer bekendheid geven en ook meer voorzieningen creëren dat onze toeristen, degenen die komen naar de site, voldoende te beleven hebben. Wijngaarde benadrukt dat deze 5-daagse workshop niet het einde is. Er komt ook een vervolgtraject waarin de deelnemers van dit project verder begeleid zullen worden. Een van de voorstellen van de kapitein, een van de dorpshoofden was om een best practice te zien. Dus wij hebben in het programma opgenomen dat wij na een bepaalde periode naar een bepaalde plek gaan om best practices te zien. Dus bijvoorbeeld als het gaat om craft, dat je zegt dat je naar Wakapassi gaat en dat je daar gaat beleven van wat er allemaal is. Catering zou dat kunnen bij een bestaande faciliteit waar cateringdiensten worden aangeleverd, zodat men weet je live meemaakt hoe dat eraan toe gaat. Dus dat is het vervolgtraject. In de komende periode zal Stichting Joden Savanne enkele gidsen erbij krijgen om gasten te begeleiden op de site. Wijngaarde nodigt iedereen uit om te komen kijken wat deze werelderfgoedsite te bieden heeft.